Een bedrag van 57.000 Amerikaanse dollar is door de Verenigde Surinaamse Holdingmaatschappij, VSH, geïnvesteerd in het koelsysteem van de neonatale intensive care unit en de pediatric care intensive unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Vandaag is de symbolische cheque overhandigd aan de staf van de ziekeninstelling op het hoofdkwartier van de VSH. De donatie is in het licht van het 65-jarig bestaan van de VSH en het 15-jarig bestaan van het VSH Community Fund vandaag. Voorzitter van de VSH Community Fund, Malini Ramsunder Singh, zegt dat de organisatie zich geroepen voelde om het AZP te ondersteunen. Wij zijn geen medische personen, maar begrijpen dat het daar gaat om kinderen die intensieve zorg nodig hebben. En toen we zagen wat het probleem was, dat er geen koeling is en ook de luchtbehandeling, dat een probleem was, wisten we, deze kinderen zijn in gevaar. We hebben toen onze koppen bij elkaar gestoken en gezegd, weet je wat, ze ontbreken $57.000. Wij komen in daarmee. Ik moet ook dan, ik weet niet of de leverancier hier is, ja, gaan koken. Oh, dat is, ja, het wat mooi was om te lezen is dat hij uit zijn eigen zak ook al had voorgeschoten. Maar wij zijn ook in de business en begrepen op een gegeven moment kan je niet doorvoorschieten. Je moet je mensen betalen. Dus wij zeiden, we komen in, we zullen hem zijn geld terugbetalen en we doen het restant. Hij heeft ook mooi meegewerkt. U begrijpt, het is een project dat plotseling op ons is gekomen. En we mogen het restant mogen we in 2 maanden aan hem betalen. Dat zijn we ook met hem overeengekomen. En eigenlijk daarom zijn we vandaag hier. Neonatoloog Safir Liesdek zegt opgelucht te zijn dat de koeling van de afdelingen weer optimaal functioneert. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de ouders die op bezoek komen. Moet je voorstellen, je komt in een hele warme ruimte op bezoek bij je kind. Je kan het niet eens volhouden. De kinderen krijgen, ja, ze worden zo warm dat je denkt van ja, is koorts nou wel echte koorts of komt het door de omgeving? En vooral ook de verpleging, die zal ook zeer blij zijn, want dan kunnen ze geconcentreerd ook hun werk doen. Want het is niet uit te houden. Vooral als je steriele procedures moet doen. Je moet wat extra jassen aandoen, muts, mondkapje. Voordat je denkt bij je kletsnat van. Dus dit is zeker, behalve voor de patiënten, ook goed voor de artsen en voor de verpleging en ook voor de ouders. En niet te vergeten ook de apparaten die van tijd tot tijd overheat raakten, echt door de omgevingstemperatuur. Dus we zijn enorm blij en ook zeer dankbaar voor jullie hulp. Fawcia Pousse van het medisch directoraat van het AZP geeft aan dat de afdelingen het een hele tijd hebben moeten doen zonder koeling. Er kunnen meer van dit soort projecten worden uitgevoerd om de ziekenhuisinstellingen die nu door moeilijk vaarwater gaan tegemoet te komen.